En zo gaan de paarden dan richting de laatste rechte lijn. Een galoppade van de nummer 7, Donde Vreo, maar dat was een hele korte. Die staat er weer voor en zo zijn de paarden dan in de finale fase. Golden Avenue, aangepakt door Gideon of Egypt. Gideon of Egypt valt aan op Golden Avenue. Daarachter op de derde plaats dan het nummer 6 van Capital C. Golden Avenue en Gideon of Egypt, het gaat weer op haren en snaren. Maar Golden Avenue, die wint de koers. Gideon of Egypt tweede, daarachter op de derde plaats Capital C. We kunnen genuldigen de winnaars in de stromende regen werkelijk hier op Emmeloord. Het is nog geen moment rustig geweest. We zijn inmiddels bij de winnaars. Dennis, gefeliciteerd. Hij is taai, hè? Ja, hij is oersterk. Dit bevalt hem wel. Maar ja, het is voor iedereen zwaar, hoor. Dit is wel heel zwaar. Ja, begint het nu echt te zetten? Nou ja, je ziet het onderweg rijdt niet hard. En we komen niet hard naar huis. Meer zit er niet in. Voor die Gideon is normaal natuurlijk een heel goed paard. Die kreeg hem mooi. Ja, zelfs die komt niet meer op speed naar huis. Niemand komt op speed naar huis vandaag. Oké, Dennis, ga maar gauw voorbereiden, want om hem zo hier stil te laten staan, dat is ook niet alles. Een absolute krachtpatser, paard van de familie Minima. Hij slaat toe hier met Golden Avenue. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart en we komen de eerste meters door. En het is aan de binnenzijde Guy Pompon die de leiding verdedigt. Aan de buitenzijde komt Gideon uit Egypt en het is Guy Pompon die wegspringt. Guy Pompon maakt een galoppade. Gideon of Egypt neemt de leiding over bij het indraaien van de eerste bocht. Op de tweede plaats is het Enrico Star. Daarachter volgt dan Felton Gold Fever. Aan de binnenzijde volgt dan Donder Vreo. En zo gaan de paarden dan de bocht door. De bocht op weg naar de overkant van de baan. De coolboxbocht zoals we die noemen. Golden Avenue komt naar voren. Fleur Europoort maakt een galoppade. Felton Gold Fever maakt een galoppade. Als de paarden aan de overzijde van de baan zijn. We gaan eens even kijken hoe de zaak zich gaat ontwikkelen. Het commentaar wordt enigszins bemoeilijkt vanwege de klimatologische omstandigheden die uw commentator nopen om het van binnenuit via de monitor te doen. De deelnemers gaan de volgende bocht in en het is Golden Avenue die zich in de geliefde koppositie heeft weten te manoeuvreren. Gideon of Egypt die ligt op de tweede plaats en de derde plaats daarachter is voor Ruud Pols met Enrico Star. Dat zijn op dit ogenblik de smaakmakers met daarachter dan aan de buitenzijde Black Damora. Die komt in het tweede spoor nu naast Donder Vreo. En een galoppade zien we daar voor die Black Damora. Als de paarden dan in de rechte lijn voor de tribune zijn. En ja, de regen nog heviger neer gaat vallen hier. Uitgeschakeld nummer 10, galop nummer 10. Wordt een paard uitgeschakeld terwijl Golden Avenue nog onverdroten doorgaat. Golden Avenue heeft een lengtevoorsprong. De 10 is uitgeschakeld. Black Damorin. Zo gaan we nu de laatste ronde in met Golden Avenue. De leider heeft een lengtevoorsprong. Gideon of Egypt tweede. De derde plaats is dan voor Enrico Star. Herhaling uitgeschakeld. Nummer 10. Galop nummer 10. Zien we dan Donder Vreo met Capital C. Als de paarden er nu de coolboxbocht weer doorkomen. Op weg naar de overzijde van de baan. Onveranderd. Golden Avenue en Dennis Minima. Op de tweede plaats volgt dan nog altijd Gideon of Egypt. En de derde plaats is voor Enrico Star. Daar is eigenlijk nog geen verandering in gekomen. Het lijkt dat Gerrit de Jong de uitschakeling niet heeft gehoord. Trouwens nu ook een galoppade voor Enrico Star. Die verdwijnt uit de kopgroep. En nu een groter wordende voorsprong voor Golden Avenue. Die heeft nu 5-6 lengte voorsprong genomen. Op de tweede plaats nu Donder Vreo. Gideon of Egypt die komt aan de buitenzijde terug voor meer. Daarachter is het dan Capital C. Dat is de situatie als de paarden nu de laatste bocht indraaien. Waarbij aan de leiding gaat Golden Avenue. Die gaat onverdroten door. En de enige die eigenlijk nog goed volgt is Gideon of Egypt. De rest moet alle zeilen bijzetten. Waaronder Donder Vreo. En zo gaan de paarden dan richting de laatste rechte lijn. Een galoppade van de nummer 7, Donder Vreo, maar dat was een hele korte. Die staat er weer voor en zo zijn de paarden dan in de finale fase. Golden Avenue, aangepakt door Gideon of Egypt. Gideon of Egypt valt aan op Golden Avenue. Daarachter op de derde plaats dan het nummer 6 van Capital C. Golden Avenue en Gideon of Egypt, het gaat weer op haren en snaren. Maar Golden Avenue, die wint de koers. Gideon of Egypt tweede, daarachter op de derde plaats Capital C. En vierde is dan Cerest.